We gaan naar de volgende lector. Dat is Johan Versendaal van de Hogeschool Utrecht. Hij is lector betekenisvol digitaal innoveren. En ook hij heeft een geweldig verhaal. Dus Johan, the floor is yours. Oké. Het is in eerste plaats een ontzettende eer om genomineerd te zijn. Dus dank daarvoor. Ook voor alle mensen die daar achter hebben gezeten. En ik vind het hartstikke leuk om iets te vertellen van mezelf en van het lectoraat waar ik aan verbonden ben en waar ik leiding aan geef. Ik ben een van de digitaliseringslectoren. Er zijn er een aantal op Hogeschool Utrecht en dat heeft ook alles te maken met het feit dat Hogeschool Utrecht digitalisering als een zwaartepunt heeft. We hebben te maken met allerlei maatschappelijke opgaven. Ik had er onlangs zelf nog één. Ik ben verhuisd en dat is best een klus. Maar in de regio, in de landen, wereldwijd hebben we te maken nu met COVID. We hebben te maken met het klimaat. We hebben zaken als mobiliteit, vergrijzing die onze aandacht vereisen. En digitalisering zou daar wel eens een oplossing voor of deels een oplossing voor kunnen zijn, maar misschien ook niet en misschien in beperkte mate. Dus we zoeken naar wegen in ons lectoraat om te kijken van hoe kan digitalisering, digitale innovatie nu vormgegeven worden, if at all, en onder welke condities en wat is daarbij belangrijk. Dus vandaar de focus van ons lectoraat op die digitale innovaties. Maar wel met kanttekening van wat zijn de neveneffecten, wat zijn de beoogde effecten en wat heb je misschien niet voorzien. Tegelijkertijd zie je in onze regio, maar ook landelijk denk ik, professionals aan het werk waarbij de mate van digitale vaardigheden, ethische vaardigheden en dat soort onderscheidend vermogen, als ik het zo mag noemen, om beslissingen te nemen en keuzes te maken in digitalisering, best wat omhoog mogen. Ik noem dat de human capital uitdaging en reskilling en upskilling zijn denk ik factoren en activiteiten die we zeker moeten oppakken. Met het lectoraat wil ik daarom digitale innovatie beschouwen vanuit het perspectief van betekenisvolheid. Dus wat zijn de effecten, wat zijn de neveneffecten, wat zijn de randvoorwaarden voor digitalisering. De Engelse naam van mijn lectoraat is Digital Ethics. Dus daarin komt dat wat scherper, denk ik, tot uitdrukking. We hebben twee sectoren die we belangrijk vinden. De ene is het onderwijs. Dus het onderwijs is onze sector van studie. Zelf, dus daar krijg je digitale innovatie in het onderwijs en de publieke dienstverlening. Dat zijn eigenlijk de twee sectoren die we oppakken en waarvoor we impact willen creëren. Recent voorbeeld corona-apps en de toepassing daarvan, de snelheid waarmee dat in eerste instantie ging. Of het feit dat onderwijsinstellingen misschien heel snel willen overgaan tot proctoring toetsen. Nou, daar vinden wij als lectoraat ook wel wat van. Dus actueel genoeg zou ik zeggen. Ik wil doorgaan met het duiden van een aantal projecten om aan te geven van hoe doen we dat nou? Hoe spelen wij daar nou op in het lectoraat? En de kernboodschap is die van in eerste instantie een visie hebben voor een bepaald problematiek of een bepaalde uitdaging. Visie hebben hoe dat op te lossen. Klein beginnen, studenten betrekken, stappen nemen, ik zou zeggen structuren neerzetten, groeien en impact verzilveren. Dat is een beetje de rode lijn die ik altijd in gedachten heb als het over programma's en projecten is die we beogen. Een eerste is toen bij mijn aanstelling in 2008 op Hogeschool Utrecht ben ik direct begonnen om studenten mee te nemen naar wetenschappelijke conferenties. Dat is één voor de wetenschappers leuk, want dan zie je eens een keer studenten die leuke dingen maken. Voor de studenten is dat ontzettend leuk, want zij kunnen softwareprototypes in dit geval demonstreren in een wetenschappelijk gremium en worden daar kritisch op bevraagd.
En de ervaring is echt over en weer van hoe ontzettend leuk en vernieuwend en uitdagend dat kan zijn. Ze doen dat bovendien nog in een internationale competitiecontext. Dus er zijn teams van verschillende landen, verschillende universiteiten, met name ook hogescholen. In met name Europa, die tegen elkaar in competitie proberen het beste softwareprototype neer te zetten. Nou, en een aantal keren zijn we ook daarin als winnaar uit de bus gekomen. Dus ontzettend leuk, ook voor de studenten. Een aantal van deze studenten die je hier op het plaatje ziet, is nog steeds verbonden aan mijn lectoraat. En toen ik begon in 2008, hebben we al snel een aantal studenten meegekregen die ondertussen bij mij ook gepromoveerd zijn en lid zijn van het lectoraat. Dus dat heeft echt een prachtig effect. Zomerscholen, dat is ook iets wat we doen met de studenten, met name internationale studenten. Voor wat betreft en daarin kunnen we de resultaten van ons onderzoek prachtig ook overbrengen aan deze studenten. En tegelijkertijd werken deze studenten dan ook weer op zo'n zomerschool in Utrecht aan een bepaalde casus die ons ook weer gegevens levert en casuïstiek levert. En ook daar zien we dat het ontzettend leuk is, ook voor ons als lectoren, om betrokken te zijn bij zo'n zomerschool. Je trekt 14 dagen lang met zo'n club studenten op en je krijgt een band en het is leuk en het geeft interactie. En ook met deze studenten hebben we veelal nog contact. Er is nog steeds Facebook ook, een levendige Facebook daar aanwezig. Promoveren is in het lectoraat ook mogelijk. We hebben een aantal promovendi en het leuke van, of het krachtige van promovendi zijn, dat ze borgen continuïteit, zeg maar, in het onderzoek. Dus all the way zijn ze stevig bezig met een bepaald onderzoek, praktijkgericht onderzoek in het lectoraat. En ze betrekken daarbij studenten, ze nemen daarbij studentassistenten aan, ze maken hun collega-docenten enthousiast. Het is een prachtig mechanisme om over minimaal 4 jaar vaak veel studenten ook te betrekken bij dat onderzoek, bij dat praktijkgerichte onderzoek. In dit geval een paper van Justian Knobhout, die onderzoek doet op het gebied van learning analytics. Trouwens ook begonnen als een van mijn honorstudenten, bachelorstudenten. Dus all the way betrokken gebleven bij het lectoraat en nu in de laatste fase van zijn promotiewerk. Rondom het verbeteren van learning analytics. Trouwens inhoudelijk, de focus daarop is zeker bij ons ook hier op de ethiek. Hè. Wat kun je verzamelen van studenten? Willen studenten dat ook? Geven ze daar toestemming voor? Kun je dat wel voldoende anonimiseren? En kun je er toch dan nog conclusies uit trekken? Dus dat ethische aspect nemen we by design, als ik het zo mag stellen, mee. Het is een paar jaar geleden dat ik met een aantal collega's op de Gartner-conferentie in Barcelona was. En daar werd getriggerd door het vroege verhaal over blockchain-technologie. Toen nog heel sterk technisch ingestoken. En ik zei tegen mijn collega's, dit moeten wij toch ook hebben op die hogeschool. En daar moeten wij iets mee doen. Onze studenten moeten daarmee bekend raken. En wij moeten daar projecten mee gaan doen. Dus we hebben een blockchain-lab uit eigen middelen opgezet binnen Hogeschool Utrecht. We hebben vervolgens dus klein begonnen. We zijn vervolgens een congres gaan organiseren. Dat heeft een enorme uitstraling gehad, omdat we vroeg waren. En we hebben daarin met name gekeken naar de toepassing van blockchain technologie. Dus waar kan dat nou helpen en wanneer niet? En wat zijn daar de condities bij? Ondertussen ook de nodige onderzoeksprojecten en deliverables opgeleverd, zoals je ziet in de boekjes die we hebben. Nou, COVID brengt het een en ander teweeg, ook bij ons binnen het lectoraat en binnen de hogeschool. We zijn betrokken bij een beslisboom wanneer we bijvoorbeeld proctoring kunnen gebruiken of welke andere toetsvormen die je kunt bedenken. En daar komt opvallende wijze toch uit dat je proctoring slechts moet gebruiken als het echt niet anders kan. Dus dat is best een...
een stevige conclusie. Dus kijk eerst naar allerlei mogelijkheden. Alvorens je uitwijkt naar proctoring. En dat heeft alles te maken met het zo nauwkeurig en goed in acht nemen van de ethische aspecten rondom proctoring. Als ik een aantal aanbevelingen mag geven. Overigens, hier staat de student staat aan het eind van de onderwijsketen. Ik kan ook zeggen de student staat aan het begin van de onderwijsketen. Maar wij doen het allemaal en we zouden het moeten doen voor die student. Het is niet, je ziet hier trouwens Mount Doom in avondzonlicht. Eigen foto op mijn iPhone 5S genomen. Het is geweldig om daar te staan. Ik kan je uitnodigen om daar naartoe te gaan wanneer dat weer kan. En die hobbits die hebben natuurlijk ook die reis gemaakt naar deze specifieke berg. Maar het is wel iets wat een lange adem vereist. Nogmaals, die student staat aan het begin. Het is niet dat de docent, we doen het niet te meer de eer glorie van de docent of van de onderzoeker of van de bestuurder of van de hobbit of nou, hoe neem het. Het is echt de student voor wie we digitale innovatie en de vaardigheden daaromheen willen ontwikkelen. Het is tegelijkertijd, zoals ik zei, geen quick win, maar iets van een lange adem. En ik ben iemand die graag zijn team vertrouwen geeft. We hebben een behoorlijk groot team ondertussen. Dat betekent ook dat je de nodige massa kan maken, dat je de nodige verbindingen kan maken. En ik zie dat echt als een kritische succesfactor. Maar tegelijkertijd ook met het vertrouwen geven van de teamleden om hun eigen initiatieven te ontplooien en daarmee bezig te gaan. Dank, tot slot. Aan de jury, de collega's van de Hogeschool Utrecht en ook van de Open Universiteit waar ik betrokken ben. En met name aan alle studenten die ooit is betrokken zijn geweest of dit nog zijn bij ons lectoraat. Dankjewel Johan. Wat doe jij veel en wat een fantastische activiteit. Onderneem jij. Ja, is er nog plek op die zomerschool? Want Christine en ik hadden het er al over. Dat lijkt me wel. Ja, van harte welkom. Je kunt een cursus krijgen in blockchain. Je kunt een cursus krijgen in procesmanagement. Je kunt een cursus krijgen in process mining. Je kan een cursus krijgen in rules management. Wow. Ja, we zijn dus een beetje hofleverancier aan het worden, geloof ik, vanuit de hogeschool. Ja, genoeg te doen. Ja. Ik vind het vooral mooi hoe jij zit eigenlijk best wel in een vakgebied waar veel kansen liggen, maar jij moet dan naar de kritische kant daarvan kijken. En dan vind ik het fascinerend dat jij, nee, dat je met zoveel positiviteit en enthousiasme doet, dat je er gewoon enthousiast van wordt. Mm-hmm. Nou, dankjewel. Mooi om te zien. Toske, heb jij vragen? Ja, ik kijk nog één keer, laatste keer, of er nog vragen van het publiek binnen zijn gekomen. Nee. Nou ja, ik ben zelf wel heel erg benieuwd naar de beslisboom die je hebt gemaakt. En naar, je noemde wel dat er een aantal risico's zijn dat je echt alleen als het niet anders kan over kan gaan op online proctoring. Ja. Zou je iets kunnen vertellen over welke risico's jullie zien en waarom jullie tot die conclusie zijn gekomen? Ja, nou het heeft alles te maken met, de methode die we daarvoor gebruikt hebben is de ethical matrix. Die geeft aan voor jou welke stakeholders zijn er betrokken bij zo'n proctoring verhaal. En welke ethische kwesties spelen daar, raken daar aan de orde. Met die exercitie is duidelijk naar boven gekomen dat het ontzettend lastig is om volledig uit te sluiten. Datgene wat de student betreft in zijn privéomgeving. Dat je daar niet ongewild dingen van meeneemt. En het is vanuit de omgevingsdata bijvoorbeeld al heel snel af te leiden. Waar iemand woont, hoe die woont, of die een beetje schoon is op zijn, noem maar op. Maar ook is het van belang om te kijken naar wat de docent vervolgens doet met wat hij ziet en doet. En dat hij daar geen verkeerde conclusies aan trekt. Artificial intelligence kan heel snel leiden tot profilering of tot ongewenste effecten. En het is juist die ongewenste effecten die je, als je ze kan voorkomen door het niet te gebruiken, dan moet je het niet doen. Ja,
Dankjewel. Er is een vraag binnengekomen van een anonieme kijker. En de vraag is, waarom interesseert publieke waarde jou zo? Ik denk dat ik daarmee geboren ben. Ja, weet je, dat is een gen bij mij. Ik vind het zo ontzettend belangrijk om naar waarde te kijken en die te beschouwen en goed in mee rekening te houden. Ik was een van de trekkers de initiators van een brief van Hugo de Jong toen die in de beginfase begon over een corona-app die dan bij ons wellicht eind april of begin mei al zou worden geïnstalleerd. En ik wist gewoon van joh, je weet niet wat voor effect dat dit heeft op of kan hebben, of welke neveneffecten dit kan hebben. Dit moet je testen, dit moet je uitgebreid. Een medicijn testen we in den treuren, een vaccin testen we in den treuren. En dit zouden we er zo even doorjassen. Dat kan niet. Dat kan niet. Dus het is, er is iets in mijzelf wat ontzettend belangrijk is, ik vind, van publieke waarde. Wordt er bijna emotioneel van. Wat een mooi, vurig verhaal. Ja. Ik zit even te kijken. Er is nog ruimte voor één vraag. Waar ik zelf nog wel heel benieuwd naar was, is als er echt geen andere is binnengekomen, ja. Is dat je zei van met die beslisboom moet je eigenlijk concluderen dat er andere dingen mogelijk zijn. Dat je dus alternatieve toetsvormen zou moeten kiezen. En hoe gaat dat bij jullie dan? Lukt dat? Haha, moet ik eigenlijk naar mijn secondant kijken? Nee, weet je, Esther van der Stappen is de hoofddocent die dit coördineert en in haar team oppakt. Dus de exacte details hoe dit gaat en wat daar de. Weet ik de laatste stand voor zaken niet. Ik weet wel dat onze docenten ontzettend hun best doen om te zorgen dat ze alternatieve toetsvormen hebben. Bijvoorbeeld door via projecten of via online inleveren of nou, noem het maar te toetsen. Ja. Dat is een beetje het nadeel trouwens van lector zijn van een groot lectoraat. Er zijn zoveel dingen die tegelijkertijd spelen dat je regelmatig moet bijpraten en eten, zoals ik liet zien in een van mijn slides. Ja. Johan, er wordt daarom ook misschien, dat sluit er mooi op aan, er wordt in de chat gevraagd, sta je zelf ook nog college te geven of kom je daar als lector helemaal niet aan toe? Ah, dat is een hele goede vraag. Nou ja, die 14 dagen bij de zomerschool geef ik achter elkaar colleges. Het komt af en toe nog wel voor, ja. Maar het is, wat is het, één keer in de 2 maanden of zo dat je een keer voor de klas staat. Ja, ja. Maar gelukkig heb ik een team dat sterk verbonden is aan die onderwijspraktijk. En weet je, ik zie mijn rol meer en meer als facilitator en als netwerker en als strategisch planner en agenda vormen. Ja, je hebt in ieder geval een hele grote bijdrage aan de digitalisering die gaande is. Dankjewel voor jouw presentatie.